In deze editie van Geneesmiddel van de Week staan exenatide en liraglutide centraal. Waarom exenatide en liraglutide? Dit zijn zogenaamde GLP-1-analogen, een relatief nieuwe klasse van antidiabetica. Door de toenemende prevalentie van type 2-diabetes wordt er voortdurend gewerkt aan nieuwe antidiabetesmiddelen. Het is goed van de beschikbare middelen, de plaats in de behandeling en de voor- en nadelen te kennen. Liraglutide en exenatide zijn dus GLP-1-analogen. GLP staat voor glucagon-like protein. GLP-1 en GIP, wat staat voor gastric inhibitory polypeptide, zijn de best bekende incretines. Dit zijn hormonen die vrijkomen tijdens en na een maaltijd en ervoor zorgen dat de glucoseconcentratie constant blijft. Het incretine-effect wordt in het filmpje over DPP-4-remmers sitagliptine en vildagliptine uitgebreider uitgelegd. Intraveneuze toedieningen van suprafysiologische hoeveelheden GLP-1 bleek effectief in patiënten met type 2-diabetes om de glucosespiegel te verlagen en derhalve zijn er geneesmiddelen ontwikkeld die hierop lijken. GLP-1 wordt samen met glucagon en een aantal andere eiwitten gevormd uit proglucagon, het molecuul dat je hier schematisch ziet afgebeeld. Hoe er geknipt wordt en welk eiwit er dus ontstaat, hangt af van het orgaan waar het eiwit geproduceerd wordt en andere factoren, zoals bijvoorbeeld het bloedglucosegehalte. In de darm wordt de knip dusdanig gezet dat er GLP-1 vrijkomt. GLP-1 heeft verschillende effecten. Het zorgt voor een verzadigingsgevoel, vertraagt de maagontlediging en stimuleert de pancreas tot afgifte van insuline. Deze effecten vinden niet of nauwelijks plaats als GLP-1 wordt toegediend in geval van een laag bloedsuikergehalte. GLP-1 wordt snel geïnactiveerd door het enzym dat afgekort DPP-4 heet. Hier gaan we dus in de editie over DPP-4-remmers verder op in. Hierdoor is de halfwaardetijd kort, 1-2 minuten. De GLP-1-analogen hebben ieder aanpassingen waardoor ze resistent zijn voor deze inactivatie en de halfwaardetijd langer wordt. Liraglutide kan eenmaldaags gedoseerd worden. Van exenatide bestaat een variant met gereguleerde afgifte die zelfs maar eenmaal per week gedoseerd hoeft te worden. Exenatide was de eerste GLP-1-analoog die beschikbaar kwam. Hier zie je een van de eerste studies die een reductie in HbA1c liet zien van circa 0,8%, ongeveer 9 millimol per mol. Daarnaast leidde de GLP-1-analogen tot gewichtsreductie die op kan lopen tot enkele kilo's. Uiteindelijk is het voorkomen van complicaties het belangrijkste doel van antidiabetesmiddelen. Recent kwamen ook langere termijnsdata beschikbaar die lieten zien dat liraglutide ook het hart- en vaatziekterisico vermindert. De belangrijkste bijwerkingen zijn maag-darmklachten. Gewichtsverlies kun je zien als een prettige bijwerking van dit middel. Hypoglycemie is zeldzaam en in de studies vooral gezien als het in combinatie met een SU-derivaat of insuline werd bestudeerd. Naast exenatide en liraglutide zijn er nog 3 GLP-1-analogen in Nederland geregistreerd. Zo gaat het vaak met geneesmiddelen voor een veel voorkomende chronische aandoening. Er worden vergelijkbare middelen ontwikkeld met dezelfde werking, de zogenaamde MeToo's. Vaak hebben deze middelen dan net een gunstiger farmacokinetisch of bijwerkingenprofiel, omdat de fabrikant bij de innovator heeft kunnen afkijken. In het geval van de GLP-1-analogen lijkt het niet echt het geval. Het grote nadeel van alle middelen is dat het alleen subcutaan kan worden toegediend. De indicatie van liraglutide en exenatide is diabetes mellitus type 2 en de middelen zijn geregistreerd als monotherapie als metformine niet gegeven kan worden of naast orale antidiabetica dan wel insuline. Maar let op, registratie betekent iets anders dan vergoeding. Deze middelen worden vooralsnog niet voor alle patiënten die aan de indicatie voldoen vergoed. Dit heeft met name met de prijs van het medicijn te maken. Zolang deze middelen in patent zijn, zijn de kosten rond 100 euro per maand. Ter vergelijking, metformine kost circa 2 euro per maand. Omdat de gewichtsreductie bewerkstelligd kan worden, wordt het nu vergoed bij patiënten met ernstig overgewicht. Samenvattend zijn liraglutide en exenatide effectieve geneesmiddelen die glucoseregulatie verbeteren en leiden tot gewichtsreductie. Vanwege de hoge kosten en subcutane toediening worden deze middelen nog niet op grote schaal toegepast.